Welkom. Stel jezelf eventjes voor, je naam, waar woon je, hoe oud ben je en wat is je beroep of bezigheid? Ja, ik ben Jarna, 22 jaar, student orthopedagogie en trots inwoner van district Hoboken. Het groenste district van Antwerpen. Daar ga ik toch vanuit. Wat is je favoriete plek in de stad en waarom? Goh. Als Hobokenaar sowieso Fort 8 en de Hobokense polder. Hè. We hebben zoveel groen in ons district, mooi groen. De ideale plaats om even tot rust te komen, om een wandeling te maken, om eens te gaan lopen, om echt gewoon even alle zorgen weg te zetten en helemaal zin te worden. Wie zijn de belangrijkste mensen in je leven? Goh. Het is misschien wel een cliché antwoord, want heel veel mensen gaan zeggen familie, vrienden, ouders. En ik ga hetzelfde antwoord geven. Eerst en vooral onze moeder. Die heeft toen ik jong was kanker gehad. Dat was zeker niet altijd een gemakkelijke periode. Toch, ik heb nooit iets tekort gehad. Dus daar ben ik wel dankbaar voor. Voor waar ik nu sta, heb ik heel veel aan haar te danken. Plus verder ook weer een cliché, maar het is wel de waarheid. Achter elke sterke man staat ook een sterke vrouw, mijn vriendin. Een topmeid, echt trots op haar, op alles wat ze doet. Studeert verzorging. En daar heb ik ook heel veel steun aan. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Heel mooi. Wat zijn je hobby's? Goh, mijn hobby's? Ik heb er wel wat. Hè. Heel veel mensen zeggen tegen mij, Jarne, ik doe eigenlijk veel te veel in het leven. Enerzijds ben ik voetbalscheidsrichter. Dus ik ook mee in het bestuursorgaan van een scheidsrechtsvereniging. Daar fluit ik verschillende wedstrijden van verschillende niveaus. Verder ben ik ook actief in Jeugdhuis Jostel in Deurne. Dus ik ook mee in de Raad van Formaat, dat is de koepelvereniging van het Open Jeugdwerk, om ook mee de stem van jongeren te vertalen naar hopelijk ook wel het beleid. En dan natuurlijk ook wel de CD&V. Dus als je het te goed wilt doen, ook wel een hobby op zich. Kost ook wel wat tijd en doe met alle passie. Wat was tot nu toe de grootste uitdaging in jouw leven? Goh, dat is een heel goede, moeilijke vraag. En we gaan die proberen te beantwoorden. Ja, misschien wel het middelbaar. Dat is voor mij niet echt de meest denderende periode geweest. Ik ben uiteindelijk 3 keer blijven plakken. Uiteindelijk mijn diploma gehaald via de middenjury. Het is me wel gelukt. Ook letterlijk elke richting in het middelbaar gezien. Hè. Begonnen in Latijn, geëindigd in sociaal-technische wetenschappen. Dus alles gedaan. Ja. En nu sta je hier? Nu staan we hier. Hè. Student orthopedagogie. Eerste jaar afgerond. Nu naar mijn tweede jaar. Volgende week begin ik mijn stage. Dus helemaal klaar om een dikke lap op te geven, zoals ze dat dan zeggen. Kijk, en heel veel goesting in. Voilà. Wat wens jij je stad toe? Goh. Ze hadden mij verteld, Jarne, we gaan niet de hele tijd over politiek praten. Ik kan het toch even doen als het mij toegelaten wordt. Ik wens de stad Antwerpen eigenlijk een beetje een periode van bezinning toe. Ik denk dat we na 12 jaar N-VA-bestuur ja, toch wel wat dingen hebben gezien waar ik persoonlijk van denk van... En wat zijn we bezig? De jeugd- en cultuursector is gepland waar we bij staan. Ik denk dat de jeugdverenigingen de ruggengraat van onze maatschappij zijn, dat we die zeker moeten ondersteunen. Maar ook niet mogen vergeten dat heel veel jongeren niet actief zijn bij een jeugdvereniging. Wat doen we met die jongeren? Ook die jongeren hebben recht op vrije tijd. En ook die jongeren hebben recht op kansen. Want dat is wel wat jeugdverenigingen in essentie doen. Los daarvan ook mobiliteit, loketwerking. Als jij een paspoort wilt aanvragen of bij de politie wilt zijn, wil dat graag zo snel en efficiënt mogelijk doen. Niemand doet dat graag. Ja, dan moet je een afspraak gaan maken, moet je veel te ver reizen. Of digitaal is dan het antwoord dat heel veel mensen geven. Doe het maar digitaal. Maar we hebben met cyberaanval ook wel gezien dat het systeem toch wel zo zijn foutjes heeft. En ook niet iedereen is mee op die tram. Ja, niet iedereen kan daarmee werken. Dus dat zijn allemaal wel punten die ik belangrijk vind. En waar we nu de mensen echt wel letterlijk in de kou laten staan. En ik hoop dat zelf mee te kunnen veranderen op 13 oktober. Dank je wel. Heel veel succes. Dank je wel, jij ook.